Waarom nu eigenlijk de Kids Tennis relaunch, zou je dan vragen? Want het is en het blijft een topproduct, waar we eigenlijk ook niet helemaal, we hebben dat niet willen omgooien. We willen het gewoon een beetje verfrissen. Maar wat je wel voelde, ik zit er nu al 12 jaar in met de Kids Tennis, je voelde wel die eerste 5, 6 jaar zo'n beetje, laat maar zeggen, een hype. Iedereen was er mee bezig, de trainers was er mee bezig, de clubs gingen heel fel naar de kids, het was zo super druk daar rond. Maar na verloop van tijd wordt dat een beetje minder. Wat langs de ene kant ook wel normaal is misschien, na 10 jaar het een klein beetje afvlakt. Goed. En op dat vlak wouden we eigenlijk dat gewoon terug opfrissen. Dat iedereen daar terug, dat dat in de picture komt, dat iedereen daar echt mee bezig is. Oké? Vorig jaar, 2016, heb ik ongeveer zo'n 86 clubs bezocht en lessen. Gewoon gaan kijken, oké, hoe verlopen de lessen, wat gebeurt er niet. Wat is de feedback van ouders, wat is de feedback van trainers. Geweldige schat aan informatie om dat te doen. Het was een zware inspanning, maar wel de moeite. Goed. En een van de dingen dan voor specifiek voor blauw, wat je daar wel naar voren kan schuiven, is twee dingen die wel fel opvielen, die een beetje negatief waren dan voor blauw, of uitdagingen, was, vaak was de oefenstof te moeilijk. Het lukken bij de kinderen lag vrij laag. Zeg maar, als ze 10 keer moesten proberen, lukte het 2, 3 keer. Goed, dus qua succesbeleving zaten we iets te laag. Je voelde dat wel in de training. Het tweede ding wat wel opviel was, het was vrij vormgericht, puur op de vorm, en ze stonden veel stil. Het was niet echt een sport, ze waren niet aan het rondlopen, aan het bewegen heel vrij, wat toch wel voor die leeftijdsgroep, 4 tot 6 ongeveer, toch wel een basic erin zit. Die mannen gaan niet mooi braaf stilzitten, die willen constant bewegen. Dat waren zo de twee dingen die regelmatig algemeen gezien terugkwamen. Goed. En daarmee eigenlijk ook, dat is een van de dingen dat we in een Kids Tennis relaunch willen doen. Voor elke kleur hebben we wel een uitdaging. En dat was die voor blauw. Goed. Ik denk misschien voor de kleur blauw wel dat de meeste uitdagingen er lagen. Als ik kijk naar oranje-groen, dat zit oké, zijn kleiner, maar voor blauw is het wel een change. Wat je vandaag vooral gaat zien is, je hebt als je het verhaal kijkt naar wit of het verhaal rood, waar blauw tussenin zit. Wit is vaak een speeltuin of gewoon vrij bewegen. Waar rood de standaard training begint. Eén trainer op een terrein met een net, met een beleiding, dat is rood. We zeggen de gewone les. En blauw zit daar ergens tussenin. Je gaat evolueren van de speeltuin, wit, naar richting, ik ben klaar om de echte tennisles te volgen. En misschien was het dan nu bij blauw nog vaak de echte tennisles, al van in het begin. En dat ligt misschien wel moeilijk. Goed. Ik heb 3 doelen met jullie. Wat is mijn doel vandaag voor met jullie te bereiken? 3 dingen. 1, heel veel sleutels of tips geven om succesvol te zijn binnen blauw. Simpele kapstokken of concepten. Mee te geven van, oké, dat kan je als coach voor blauw wel echt kant en klaar gebruiken. Dat is taak, mijn doel nummer 1. Het tweede is, jullie heel veel oefenstof of materialen geven om te gaan gebruiken binnen de club. Kant en klaar. Kijk, hier, check, doe dat maar. Dat kan je morgen al of overmorgen al gaan gebruiken op de club. Dus jullie heel veel inspireren. Derde doel is ook wel uw motor laten draaien van boven, uw hersenen. Dat ook dat je wel aan de slag kan gaan, oké, het concept, geef maar een voorbeeld, heen en weer. Ik snap dat en ik kan daar zelf oefeningen rond verzinnen. Of ik kan een oefening makkelijker of moeilijker maken. Want nadien kan je dan wel lange tijd aan de club aan de slag. Dat zijn mijn 3 doelstellingen vandaag. Sleutels meegeven, inspireren, creatief brein proberen te ontwikkelen. Was mijn doelstelling niet, dat is misschien ook wel belangrijk, wat wil ik vandaag niet doen? Ik ga het totaal niet hebben over techniek. Wil dat zeggen dat techniek niet belangrijk is? Helemaal niet, hè. Techniek helpt supergoed, maar ik ga het niet hebben over de vorm. Oké, dus neem dat wel mee.
Af en toe ga ik misschien wel eens de link maken naar techniek, maar dat is helemaal niet mijn doelstelling. En die mindset die ik nu geef van was wel de bedoeling en was niet de bedoeling, dat is misschien ook wel interessant om als je blauw gaat organiseren in een, laten we zeggen, nieuwe format misschien binnenkort, het speeltuinprincipe, dat je wel duidelijk aan de ouders geeft, kijk, dit is blauw, maar dit is blauw ook niet. Want elke workshop heb ik al de vraag, ja, maar ouders willen dat ze over het net spelen en met raket en met veel... Ik denk dat je al veel problemen kan vermijden met aan te geven, was blauw wel, dat is blauw niet. Oké, dus neem dat ook wel mee. De vijf kleuren, iedereen gekend. Wij zitten nu hier aan het tweede station. Wat krijg je ook vaak op de club? Ze gaan iets te snel soms naar rood. Of ouders die dat pushen. Een jaartje wit, een jaartje blauw, ja, dan is het nadien rood. Goed. Jullie weten, we hebben nu een nieuwe kleur een beetje erin geplaatst. Lichtblauw. Niet dat je dat moet doen. Maar dat is wel zo de witjes die toch al iets meer willen. Na dat seizoen wit, die toch al wat meer raket en bal willen. Die knipoog naar het tennissport. Maar ook wel voor jou als club kan het proces om naar rood te gaan een beetje vertragen. Ah, wit, lichtblauw, blauw, rood. Dus met dat ertussen te steken, ga je eigenlijk het jezelf misschien ook al wel wat makkelijker maken. Je remt ze, bij wijze van spreken, automatisch een seizoen af. Wat soms wel kan helpen. Oké? Okay. Ja, ik heb ongeveer de leeftijden erbij gezet. Dat is denk ik de groep van blauwe spelers. Al de oefeningen die we vandaag gaan doen, kan je waarschijnlijk, die je gaat zien, ergens plaatsen op die vaardigheidslijn. Van heel lichtblauw naar donkerblauw, bijna rood. Eén oefening zal misschien meer hier passen, de andere daar, een andere daar. Dat laat ik aan jullie. Goed? Wat wel is, dat is al één concept dat je al kan meenemen. Wel moet je proberen met één oefening, met kleine aanpassingen, kan je die heel gemakkelijk op die lijn schuiven. Met een andere bal spelen, met een ander slaginstrument, groter, kleiner maken, iets extra erbij zetten, kan je heel makkelijk dezelfde oefening schuiven op de lijn. En dat is al het eerste wat ik wil meegeven. Je moet als blauwe coach niet veel verschillende oefeningen hebben. Beter weinig oefeningen, maar die je heel veel kan aanpassen. Concept een beetje, oefening 1.1, 1.2, 1.3, 1.87, 1.118. Dat is hetgene wat je wilt. Dan blijft je setting ook hetzelfde. En moet je niet nog wat materiaal gaan verhuizen en doen. En verlies je heel veel tijd mee. En ook voor kinderen is het herkenbaar. Les 2, dezelfde setting, maar nu doen we 1.8. Les 5, we doen weer hetzelfde, 1.10. Dat is wel makkelijk. Zeker op die jonge leeftijd is dat wel een winst om te doen. Ik ga kort één filmpje tonen van de lichtblauwe spelers. Al de video's die je ziet staan al op het oefenplatform van de website. Ja, op zich kan dat misschien even goed wit zijn, dit, hè? Deze oefenstof. Maar het is eigenlijk, je ziet hier twee oefeningen. Oefening 1.0 zullen we zeggen is oké, met raket en ballon. Met raket en hand de ballon omhoog houden. Misschien daarvoor alleen met de handen. Dat is makkelijker. Juist was het afwisselend. Nu alleen raket. Omhoog gooien en klemmen. Dat is al een 1.4. Maar je blijft in dezelfde setting. Maar op die manier kan je wel vlot 10 minuten vullen. En het is leuker voor de jonge spelers. 4-5 kleine uitdagingen dan 10 minuten hetzelfde. En hier moeten ze met hun steel. En wie goed ziet, ziet nog een verschil. Ik had gevraagd om afwisselend zo de ballon te raken en dan zo. Ik had misschien eerst die twee apart gedaan. Hè, zo de mol en dan dit. En dan moest ze afwisselend. Nou, op den duur kan je eigenlijk met dit concept belachelijk veel oefeningen doen. Een hele andere, gewoon door de hoepel in het begin. Vrij, doe maar. Doe maar hoe dat jullie willen. We gaan ze meestal zo erdoor steken. Ah, nee. Ik wil dat je erdoor gooit. Ik wil dat je erdoor slaat met je hand. Ik wil dat je erdoor speelt.
met jouw tennisracket en je bent weer al 10 minuten bezig op dezelfde plaats. Hebben die hun raket perfect vast? Nee. Nog redelijk hoog. En zo staan er ongeveer nu al een goede 30 filmpjes, denk ik, online. Voor de blauwe coaches. Dit is eigenlijk een beetje de samenvatting van de totale Kids Tennis Relaunch. Ook gepresenteerd op de kaderdag. Welke drie dingen gaan wij vandaag meenemen daaruit? Eén is, dat is number one, beleving. Moet echt fijn zijn. Ja, dat is het. Het uurtje van de week voor de blauwe speler. Als je hier binnenkomt, dan heb je al direct zoiets van, wow, oké, we gaan van alles doen. Dat moet ook bij die kinderen krijgen. Maar ook wel, wat ik ook wel belangrijk vind, is, er moet ook beleving bij de coach. Als jij nu weer wat nieuwe oefeningen hebt, dan ga je ook weer toch met iets meer zin op de baan stappen volgende keer bij blauw. Als jij het leuk vindt als coach, dan gaat dat sowieso reflecteren ook naar de spelers. Oké, dus beleving is echt het uiteindelijke doel of het dak dat erop staat. Ja, motorische ontwikkeling, hoe gaan we die stimuleren? Dat zijn drie steunpilaren om die beleving te krijgen. De eerste is de 4F-methode. Wie heeft er al gehoord van de 4F-methode? Jawel, toch al twee mensen. Er zijn 4 F's die je moet proberen in je les te steken. Eerste F is, number one, fun. Moet leuk zijn. Als het leuk is om te doen, ook als coach, dat is plezant, dat ga je blijven doen. Iets wat niet leuk is, dan ga je geen 28 jaar blijven doen. Of 28 lessen. Dat gaat niet. Het moet dus eerst fun zijn, leuk. Tweede, fit. We blijven nog altijd in sport. Ze moeten bewegen, rondlopen, bezig zijn. Dus tijdens sport, zorg dat het fit is. Ze rondlopen. Goed. En geef ze ook wel die vrijheid. Dat is een beetje loslaten, de leiband bij de blauwe spelers. Een klein beetje soms loslaten. Derde F, fijn. Niet in betekenis van leuk, fijn. Maar ze moeten fijn afwerken. Zorg dat je opdrachtjes geeft. Als ze zich concentreren of goed nadenken, dat het gaat lukken. Te fijn is ook niet leuk. Dat is het verhaal wat ik dat straks gaf. Het is te moeilijk. Te fijn, dat gaat niet lukken. Te gemakkelijk ook niet. Dus op, bij blauw is het al moeilijk, denk ik, om veel te gemakkelijke oefeningen te verzinnen. Maar als je naar oudere spelers gaat, is dat wel soms het geval. Dus fijn, zorg dat ze fijn moeten afwerken. Laatste F, de vierde, funk. Het moet functioneel zijn voor tennis. Jij hebt, ik wil heen en weer doen, want dat is belangrijk in tennis. Ik wil over iets spelen, want ze moeten later over een net spelen. Dat is de denkpiste van de tenniscoach. Of je geeft een hulpmiddeltje, iets technisch, om beter te lukken in de oefening. Dan moet het verschil zijn tussen dat er een tennistrainer staat of een gyrotrainer, gyrobegeleider. Sorry voor de gyro of de scouts, maar dat is het verschil. Misschien sommige oefeningen die we doen, kan ook daar, maar door dat klein detail of wat je vraagt soms, is er toch die knipoog naar tennis. Dus 4F-methode. Fun, fit, fijn, funk. Functioneel. Tweede, gamification. Ja, moeten ze wel leren het spel spelen. Tennis. Iedereen weet, blauwe spelers op een blauw terrein met een rode bal samen een rallytje spelen over het net van 10 keer. Dat gaat niet lukken. Dus we gaan heel fel moeten afdalen, heel vereenvoudig de tennisspelletjes spelen. Dat is net de kunst dan van de blauwe trainer. Maar dan spelen ze wel tennis. Dat is fijn. Ze doen graag spelletjes. Of, het tweede van gamification, je oefeningen in spelvormen aanbieden. Wie kan het meeste erin spelen? Want dan mag je een pokerfiche in een emmertje doen. Oh, dan mag je een wasknijper op het net. Ook dat concept helpt bij jonge spelers. Dan gaat dat voor beleving zorgen om die gamification te doen. Derde motorische ontwikkeling is de balkwaliteit. We gaan heel veel spelprincipes zien, vereenvoudigd voor blauw. Maar er zijn 5 balcontroles die zorgen voor de kwaliteit van uw bal. En 3 daarvan zijn superbelangrijk in tennis. En vaak, die oefeningen die we gaan doen, kan je zeggen, ik wil eigenlijk die oefening doen om die balcontrole te oefenen.
De drie balcontroles. Heeft iemand een idee welke drie dat zou gaan? Dat is al regelmatig aan bod gekomen. Iemand een idee van een balcontrole? Je speelt met een bepaalde... Shoot. Yes. De? Ja, de hoogte van de bal. Heel hoog. Heel laag over het net. Ergens in het midden. Moeten spelers leren. De hoogte. Yes. Ja, de afstand. Afstand van de bal. Oh, heel kort achter het net. Heel kort bij de achterlijn. Dus heel ver spelen of het midden. Ook iets wat je wel wilt controleren. Je speelt niet altijd op dezelfde plek. En dan de laatste. Snelheid, maar dat is dan de moeilijke voor. Dat is ook ene. Dat is eentje dat aan blauw en rood minder aan bod komt. Maar snelheid is er ook één. Straks gaan we wel eens één doen rond snelheid. Snelheid en afstand is ook wel vaak soms gekoppeld. Ja, de richting. Links, rechts spelen, maar ook het midden spelen. Eén tip bijvoorbeeld, wat wij vaak doen in blauw is, we laten ze recht voor de oefening staan. Waarom niet eens een keer helemaal links naar een doel laten spelen of helemaal van de rechterkant? Dan zit er eigenlijk al gratis uw richting erbij. Want vaak laten we ze er recht voor staan. Goed, dus richting, afstand en de hoogte. Dat zijn wel drie waar we heel veel kunnen mee doen. En die komen straks ook wel aan bod. Goed. Maar dat is hetgene, als je een oefening ziet, na deze sessie met de spelprincipes en de balkwaliteit, ga je wel anders kijken naar een oefening. Of naar een filmpje al online. Ah ja, misschien zit daar wel afstand in. Ja, dat is volgens mij heen en weer. Ga je meer de tennis gedachten krijgen. Ja, nummer 3. Ik denk dat ik daar niet veel moet bij vertellen. Als je hier vandaag binnenwandelt, dat materiaal binnen de lessen blauw belangrijk zijn. Die zijn echt super belangrijk. Met heel weinig materiaal kan je ook minder doen. Minder mogelijkheden. Hier staat nu een redelijke collectie, maar ik heb ook nog niet alles meegebracht. De auto, het gaat er allemaal net in. De helft heb ik moeten thuis laten, helaas. Maar je kunt echt superveel gebruiken. Wat er ook wel is, door materiaal te hebben, ontstaan nieuwe oefeningen. Dus zorg ervoor als club dat dat geen rem kan zijn, het materiaal. Oké. Okay.